Ja, het Erasmus MC heeft het grootste centrum zwangerschapspsychiatrie in Nederland. Nou, het is zeker heel erg uniek dat wij hier de mogelijkheid hebben om moeders die na de bevalling een psychiatrische stoornis ontwikkelen, dat we die hier kunnen opnemen samen met hun kindje. Het is een complex gedeelte van de psychiatrie. Echt, we krijgen verwijzingen uit zeg maar heel het land. Omdat je altijd de zorg hebt voor zowel de moeder als het kind. Nou, artsassistenten die hier een keuzestage willen doen in het kader van de opleiding psychiatrie, die krijgen hier de unieke mogelijkheid om alle aspecten rondom zwangerschap en psychiatrie mee te maken en te leren. Artsassistenten komen dan veelal te werken op de polykliniek, waar patiënten komen met vragen over ik heb deze psychiatrische ziekte en ik wil zwanger worden, waar moet ik rekening mee houden? Of ze gebruiken misschien al medicatie. Kan dat samen met de zwangerschap of is dat wel goed voor het kindje? Als artsassistent kan je hier klinisch werk combineren met klinisch relevant onderzoek. Wat echt direct gekoppeld is aan de patiënt die je in de spreekkamer hebt zitten. Dus je hebt de mogelijkheid om daar wat van te leren, te publiceren, maar ook te specialiseren in de zwangerschapspsychiatrie. Als het gaat om zwangerschap en psychiatrie, denk ik dat Rotterdam of de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC de place to be is. Gezien die enorme ervaring die we hebben op dit onderwerp. Juist ook omdat we zeg maar, niet alleen een polyklinische uitgebreid aanbod hebben, maar daarnaast ook de dagbehandeling en de mogelijkheid hebben om die moeder samen met hun kind op te nemen. Het is vaak zo dat als we mensen vragen die hier komen, ja, die zijn meteen enthousiast als ze zien hoeveel mogelijkheden hier zijn. En dat ze echt de stage op maat kunnen maken. Een stukje polykliniek, een stukje dagbehandeling, onderzoek combineren, zowel preklinisch als klinisch onderzoek. En juist die mogelijkheid om de stage precies zo te maken zoals jij het hebben wil, ja, is denk ik heel aantrekkelijk voor nieuwe artsassistenten.